De Dendervallei is gevoelig voor schade door overstromingen. Ook droge periodes zorgen voor problemen. Dat is het gevolg van het typische reliëf van het gebied, maar ook van de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering. Ook jouw gemeente krijgt te kampen met wateroverlast. Om schade te voorkomen, moeten we ideeën bedenken om slim met het water van de Dender om te gaan. En dat doen we allemaal samen. Want elk van ons kan helpen om van de Dendervallei een veerkrachtig gebied te maken. We werken aan een strategisch plan om wateroverlast te voorkomen. Ook waterschaarste nemen we mee. Maar met onze maatregelen willen we de vallei ook nieuwe kansen bieden. Denk maar aan nieuwe mogelijkheden voor toerisme, landbouw, natuur en wonen. Fiets langs de Dender tussen 14 december en 17 januari en ontdek mogelijke oplossingen. Aan verschillende infopunten staan we stil bij de uitdagingen voor onze vallei. Maar je kan ook via de website meewerken aan het strategisch plan voor de Dendervallei. Surf naar ruimtevoorwater.be en geef jouw mening via de vragenlijst. Duik samen met ons in de Dendervallei van morgen.